Als u één tip aan het team mocht geven, wat zou dat dan zijn? Een tip aan het team? Meer aanvallen. Altijd hun best doen. Tegen slechte wedstrijden, of slechte spelers of goede spelers, hun best doen. Moeten wij ook en hun ook. Nou, dat ze in ieder geval niet zoveel achter u moeten zitten. Maar meer de bal naar voren moet doen. Ik hoop dat ze vol energie erin gaan. Want ik vind dat ontbreekt op het moment nog wel een beetje. Geweldig. Fantastisch. Dat wij dat allemaal nog mogen beleven op onze oude dag, vind ik heel erg mooi. Super. Helemaal super. Vorig jaar ook geweest, dus dat is alleen maar voor herhaling vatbaar. Nou, dat is heel mooi dat we dat kunnen. We kunnen er niet alle dagen, dus het is prachtig dat we dus nu die gelegenheid hebben gekregen door daar in zorg te liggen. En bent u een grote fan van FC Twente? Ja, zeker. Ik heb Jan een kaart gehad van hier. Ja, natuurlijk. Je bent altijd voor je club uit je eigen stad. Tenminste, ik wel. Geweldig, ik geniet met volle teugen. Het is voor mij echt iets heel nieuws. Ik heb nog nooit een wedstrijd meegemaakt. Ik was helemaal niet zo'n voetbalfanaat. Maar als je hier zit, ja, het is die sfeer en alles. En dan schreeuw ik net zo hard als dat ik thuis voor de televisie doe. Oké, dus u vindt het een mooie wedstrijd? Ja, ik vind de wedstrijd wel spannend. Ik ben het niet helemaal eens met de scheidsrechter, maar goed. Ik denk dat meer mensen er zo over denken. En dan heb je zoiets van, kom op met die bal deze kant op. Ik vind dat ze niet geweldig spelen, maar ook niet erg slecht. Eerder de bal spelen, bal afgeven, daar mankeert nog wel het een en ander aan in mijn ogen. Speel je wat sneller, creëer je wat meer kansen. En ik denk dat we dan met 3-0 makkelijk voor hadden kunnen zijn. Wat verwacht u van de tweede helft? Ik denk dat het hetzelfde blijft. Ik ga ervan uit, ik zit niet vaak mis. Ik heb gezegd dat het 3-1 zou worden. Dus
Dan hebben we nog twee van ons en één van Utrecht gehoord. Hartstikke goed. Prima. Een mooie wedstrijd. Alex en Albert Spanjaardoe.